Nee, wordt niet. Het Veilinghuis wordt mede mogelijk gemaakt door slaaienslag.nl. Niels, Martijn en Joost mogen de komende weken op vette prijzen en ervaringen bieden. De hoogste bieder gaat er met de prijs vandoor. Maar wie lager biedt dan de rest, moet een anti-bucketlist challenge ondergaan. Dit is het Veilinghuis. Welkom jongens in het Veilinghuis. De aankomende 4 weken kunnen jullie hier hele vette prijzen winnen. Maar jullie hebben over die 4 weken slechts 100 euro te besteden. Dus let heel goed op waar je geld naartoe gaat. Dus als ik vandaag 100 euro uitgeef, heb ik geen geld meer voor de volgende weken. Dat heb je nog nooit in je leven gedaan. Dus ik blijf besteden je vandaag alleen keer wel gedaan. Voor jullie ligt een persoonlijke tablet. Jullie hebben in totaal 60 seconden om te bieden. En let op, je mag tegen elkaar opbieden. Bullshit. Oké, laten we beginnen met de eerste prijs. De prijs van deze week is gamen in een stuntvliegtuig. Terwijl je van links naar rechts en van boven naar onder wordt geslingerd, mag je Mario Karten op de Nintendo Switch. Degene met het hoogste bod mag ook nog eens bepalen of hij de nummer 2 meeneemt, of niet. Oké, gasten, sla je slag. In een stuntvliegtuig gamen, dat lijkt me heel vet. Ik heb nog nooit in een stuntvliegtuig gezeten en ik hou van spelletjes. Dus volgens mij is dat best wel een prima combo. Ik wil die gewoon heel graag winnen. En ik denk dat zo'n stuntvliegtuig best wel een ervaring is. En ik heb nog nooit gegamed in een stuntvliegtuig, dus let's go. Ik denk dat ik hier wel voor ga. Ik ben hier bereid om wel wat geld op te bieden. Het is best wel een tactisch spelletje. Want je wil ook niet te veel boven de nummer 2 gaan zitten. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Born ready. Dan kunnen jullie beginnen. Top. Oké. Okay. Laat eens even kijken. Zal ik dan maar openen een bod van 3 euro? 3 euro? Dan ga je niet meer redden, pik. Jij gaat concurreren hier zo? Ik zie ja. Dat Niels nog niet heel veel doet. 8 euro, ben jij maar gek geworden. Ja, I raised. Oké, okay, I raised you with 11 euro. Zo, jullie gaan wel hard. Ik ga tactisch. Wil je deze niet meer, Niels? Ik ga tactisch inzetten. Hoezo tactisch wacht inzetten? Of jij hebt nog helemaal niet ingezet. Shit. 5 seconden. 4. Oh! 3. Bam! 2. 1. En de tijd is gestopt. Laten we beginnen met het laagste bod. En het laagste bod is Niels. 0 euro? Nou, dit is gewoon tactisch inzetten. Kijk, vertel. Ik word misselijk van stuntvliegtuigen. Dus ik heb er al een keer in gezeten en ik kwam er echt groen-geel uit. Dus ik dacht, ik spaar mijn geld op voor de volgende opdracht. Ergens, ja, teken ik wel mijn doodvonnis deze week. Ik moet 100% die anti-bucket challenge gaan doen. Maar goed, als ik die andere 2 of 3 win, dan ben ik tevreden. En de opdracht is een dropping midden in de nacht op een afgelegen plek. Zonder schoenen. Ja, dropping op je blote voeten. Het is natuurlijk een beetje de vraag hoe lang die dropping is. Hoe ver moeten we lopen? Kijk, als je een kwartiertje bezig bent, is het niet zo erg. Maar het is een anti-bucketlist challenge. Dus ik gok dat we uren onderweg zijn. En ik gok ook wel dat het geen fijne ondergrond is waar we moeten gaan lopen. En dan nu, wie is de winnaar van gamen in een stuntvliegtuig? Is het Martijn of Joost? Degene met het hoogste bod is Martijn. Martijn, je hebt gewonnen met een bod van 35 euro. Ja. Jij wilde dit graag? Nou, ik wilde gewoon heel graag weer eens winnen. Ik had de vorige afleveringen van de anti-quarantainelist natuurlijk zoveel pech. Ik dacht, die eerste moet van mij zijn. Ja. En ik heb gewonnen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, veel plezier jongen. Het Dankjewel. Is je gegund. Joost, jij hebt 30 euro geboden. Ja. En jouw lot ligt in de handen van Martijn. Martijn, kijk. Gun jij het Joost? Nou ja, ik vind het wel zo solide als Joost met Niels meegaat. Want ja, gedropt worden zonder schoenen is wel heel heftig. Ja, ik heb nu 30 euro uitgegeven en ik moet mee met de verliezersopdracht. Ik voel me aan de ene kant wel een beetje genaaid door Martijn dat ik niet mee mag met de winnaarsopdracht. Aan de andere kant had ik het ook wel sneu gevonden voor Niels als hij in zijn eentje de verliesopdracht had moeten doen. Dus in dat opzicht is het misschien wel weer gezellig om met z'n tweeën te doen. Maar ik bouw er wel van.
ik ben gewoon blij, want ik heb gewonnen. En als ik kijk naar Joost's bod, dan was het ook gewoon net goed genoeg. Dus nee, ik ben helemaal happy. En ik ga lekker stunten in mijn eentje. Mario Kart spelen. En die boys worden gedropt. En dan hoop ik dat ik de andere aflevering nog een beetje heel uit door gaat komen. Nou ja, zoals je misschien kan zien, staan we op het vliegveld in Lelystad. Ik ga vandaag in een stuntvliegtuig gamen. Ik heb gisteren wel mijn verjaardag gevierd, dus ik wil vast mijn excuses aanbieden voor degene die met mij in dat vliegtuig gaan zitten. Maar ik ga proberen binnen te houden en ik heb er eigenlijk best wel zin in. Ik heb nog nooit in een stuntvliegtuig gezeten, dus het is eigenlijk helemaal nieuw, want ik game ook nooit. Dus ik heb er hartstikke veel zin in. Ja, voordat ik het vliegtuig instap, ga ik nu alvast eventjes de baan testen. Oh, kijk, gaat nu al fout. Dan weet ik al een beetje wat me te wachten staat, hè? Ja, vanavond worden we gedropt, Niels en ik. En ik ben zo ontiegelijk blij dat ik het niet alleen hoef te doen. Want volgens mij, ik hoor namelijk helemaal niks. Ik hoor heel weinig, behalve wat regen. Dat is ook heel kut trouwens, dat het heel hard regent. Het is helemaal kut. Maar goed, volgens mij staan we op een verlaat terrein of in een bos. En ik denk eigenlijk in een bos. Ja, ik weet wel van de tijd dat we in de auto hebben gezeten, dat we in de buurt van Amsterdam zijn. Maar goed, ik weet dat je ook heel veel bossen hebt rondom Amsterdam, dus waar dat precies is, geen idee. Shit, de schoenen moeten natuurlijk ook uit. Nu is het nog kutter dat het regent. Wat een kutzooi. Welk vliegtuig wordt het? Deze? En die gaat over de kop en alles. Ik heb je wel op geboden en zo. Maar ik heb ergens ook een beetje vliegangst. En ik begin nu ook een beetje omhoog te komen. Maar ik vind het wel vet als je eenmaal aan de lucht bent en je voelt je uiteindelijk wel een beetje veilig. Maar ik voel nu wel een beetje spanning. Hoe oud is het vliegtuig? 50 jaar. 50 jaar? Jongens, ik krijg het Spaans benauwd hier. Het vliegtuig is 50 jaar oud. 50 jaar oud. Dat is gewoon een oldtimer. En die gaat dan nog even over de kop ook, jongens. Oké, Joost. Niels. Maar de productie die is nu ongeveer 5 minuten weg. Na 5 minuten mochten we de blindfolds afdoen, dus dat gaan we nu doen. 3, 2, 1. Oh, we zitten in het bos. Wat een verrassing. Dat was nog niet duidelijk. Ja, ik zie daar een pad. Huh? Ah, wat poten, gast. Oké, gaan we gewoon... Joost gaat al weg. Joost, wacht op mij. Doet dit geen pijn aan je poten? Ja, dit pak is wel pijn aan mijn poten. Tering, jongens. Hier moet ik zitten? Ja. Ik kan niet meer terug, hè? Nee. Alright. Het voelt een beetje gammel allemaal, maar het is het ook. Nou, dat was hem dan, jongens. Tabé. Salut. Hopelijk tot zo. Hoort het? Nee, ik hoor het niet. Het klinkt niet heel veilig, dit. Laten we dit niet doen. Kan ik heel veel uit? Ah, wacht even. Martijn belt. Yo. Er staat niet. Nee, ik hoor het. Kunnen we het alsjeblieft eens inzien? Nee. Nee, ik weet het. Nee. Er ging iets niet heel goed in het begin. Op een gegeven moment start die motor niet. Dus ik vraag ook aan hem. Yo, hoort dit? Nee, dit hoort niet. Maar dit is niet goed, toch? Nee, dit is absoluut niet goed. Maar we gaan wel vliegen. Ja, we gaan wel vliegen. Dus ja, ik zat al redelijk hoog in mijn emoties, om het zo te zeggen. Ik had redelijk paniek. Ik dacht echt, nou, dit vliegtuig gaat neerzetten. Hey Jossa? Ja? We staan nu op een pad. Midden in de fucking wildernis.
We gaan naar links en dan zien we wel wat, waar we komen. Toch? Ja. Waar denk je dat we zijn? In het bos. Nee, maar als in welk bos? Nou ja, ik gok het Amsterdamse bos. Ik denk het ook. Toch? Ik denk het ook. Hé, hey, hoe gaat het met je voetjes? Ja, fucking koud, ouwe. Echt fucking koud. Het is helemaal... Ik wil echt naar huis. Ja, dan moeten we die kant op. Ik vind het niet leuk. Kom. Waarom loop je 4 meter achter me? Foto, hoor je dat ook? Auw. Oh. Auw. Ah! Waar sta je op? Ja, weet ik veel, ouwe. Moet je hard. Wat is dit? Dit is een slakpik. Ik sta weer op een slak. Nou, met mijn blote poten op een slak. Even serieus. Waar ben je? Oh, daar ben je. Ah, goosie, jong. Ah! Niels, kom hier. Ja, alleen maar dorens hier, grap. Ja, dat weet ik. Ik maak geen fucking grap. Dit zijn ook allemaal brandnetels, grap. We zijn er weer. Hoi, hey, yo. Zo. Dit was heftig. Oh. Ik ben zo blij dat dit achter de rug is. Hoi, oh. Yo. Ja, dit is wel een ervaring. Maar ik ben er niet voor gemaakt. En ik heb ook echt nul met een spel bezig kunnen zijn. Ik ben gewoon helemaal licht in mijn kop. Je hangt, op een gegeven moment hang je gewoon ondersteboven. Ik vind het al abnormaal dat je in een vliegtuig soort van zit. Dat is soort van mijn angst. En dan hang je ondersteboven en dan kijk je gewoon... Oh ja, hier is de grond. Oké, ja. En we horen zo. Oké, ja, dit is echt top. Ik ben blij dat het erop zit. We hebben hier een pad gevonden, daar heb je lichtjes. Ik vind dat wel een veilig gevoel geven. Ja, laten we volgen. Gaan dit pad gewoon lekker volgen. Op onze blote voetjes zijn we al in ieder geval iets uit het bos. Dat heeft ons al een uur gekost, dus ik ben er wel blij mee. Wat jij, Joost? Ja, als we dit pad volgen, dan zijn we er gewoon. Het maakt me wel echt een beetje blij, want mijn poten zijn zo fucking koud, ouwe. Ik zou je zeggen, Joost, ik ga daar gewoon een taxi regelen. Ik heb nog geld liggen thuis. Ja. En ze kunnen lekker mijn ballen likken allemaal. Ja, sorry hoor. Oh yes. Oké, we gaan gewoon nu op zoek naar iemand die een taxi voor ons belt. Ja. En dan wachten we erop. Ja, je hebt daar een kruispunt, dus dat gaan we doen. Daarom. Ik, Joost. Ik vond het weer een ervaring hoor. Dit was weer dit was een enerverende ervaring. Gozer, nogmaals. Dit was respect top. Dat je me hebt meegedaan. Ik neem het mee in de volgende afleveringen. Top, vind dit ik gebaar. Leuk. Dit is een gesten. Dus let's de go. Volgende keer als jij wint, mag ik mee. Als ik win, dan mag jij mee, ja. Oké, okay, deal. Niks tegen Martijn zeggen. Is goed. Uh-huh. Martijn was deze week de hoogste bieder. €35 had hij over voor een potje Mario Kart in een stuntvliegtuig. Hij houdt voor de komende afleveringen nog €65 over. Joost heeft nog €70 en Niels gaat met de volle €100 naar volgende week. Tot dan! Wil je nou ook zo'n goede deal scoren? Ga dan naar slijslag.nl en bied mee op horloges, speakers, gereedschap en veel meer. Ik zou zeggen, bieden nu!